Ja, hallo allemaal. Welkom bij het volgende vlog. We zijn hier op de Montessori School in Arnhem. Hallo allemaal! December is natuurlijk ook een beetje een terugblikmaand. Een terugblikmaand over wat er allemaal gebeurd is deze maand. En iets heel bijzonders hebben wij gedaan. En dat is het gala van de kindercorrespondent. Eigenlijk de Youth Gala. Het gala van de jeugd. Luister naar de kinderen is de boodschap van vanavond. Welkom allemaal hier op het allereerste gala van de jeugd. Wat is er blijven hangen van mijn oproep verantwoordelijkheid te nemen voor jeugdige vluchtelingen? Of voor het beëindigen van jeugdarmoede in ons rijke Nederland? De burgemeester van Amsterdam was er. Wie van die volwassenen heeft meer gedaan dan een Twitterberichtje met een citaat uit mijn speech? En allemaal hele belangrijke kinderorganisaties waren er. En daar hebben alleen maar kinderen dingen verteld en opgetreden. Zoals bijvoorbeeld een operazangeres van 11, Amira. Kennen jullie die? Ja. Ja. Nou, die heeft opgetreden. Nee, moet je even kijken. Kijk deze vlog. Hier is Amira. Wie hadden we nog meer? De voorleeskampioen en de koning van de jeugd. En Justin Bieber? Nee, die was er niet. Maar Justin Bieber is ook geen kind meer natuurlijk. Hè? En ik ben hier om de kinderen eigenlijk even te bedanken. En om inderdaad, jij laat het al zien, het convenant van de kindercorrespondent uit te delen. En wat staat er in het convenant? Daar staat dat volwassenen eigenlijk is wat beter naar kinderen moeten luisteren. En het is dus een afspraak die je met je ouders of met je leraar of met je trainer of zo kan maken. Dat er wat beter naar jullie geluisterd wordt. Wil niet zeggen dat jullie altijd gelijk hebben. Maar wil wel zeggen dat volwassenen gewoon eens naar jullie moeten luisteren. Want jullie hebben namelijk veel meer te vertellen dan de meeste volwassenen denken. Zullen we ze uitdelen? Oké, doen we ze uitdelen. Zo, de convenanten. Helemaal goed. Zijn jullie blij, jongens? Ja! Nou, tot zover deze vlog.